Begraafplaatsen kennen we in ieder dorp of iedere stad. Een natuurbegraafplaats is nog voor velen een onbekend fenomeen. Tussen Ede en Arnhem zijn er twee natuurbegraafplaatsen. Heidepol en Koningsakker. Op deze laatste natuurbegraafplaats nemen we een kijkje. Karin Graafland, freelance uitvaartleider, vertelt in Rond de Toren onder andere hier meer over. Hey Karin, we zijn nu op een natuurbegraafplaats, hè? En er zijn er twee in deze omgeving. Ja, dat klopt inderdaad. We staan nu op Koningsakker, begraafplaats Koningsakker. Maar inderdaad, hier vlakbij is ook Heidepol. Ja. En beide zijn in Arnhem. Dus dat is inderdaad heel dicht bij elkaar. We krijgen straks nog uitleg, hè, van mevrouw hier van dit centrum. Ja, dat klopt. Zij zal uitleg geven over deze natuurbegraafplaats en ook over de ontmoetingsruimte. Want die is wel heel bijzonder hier. Wat is zeg maar het verschil tussen die twee? Ja, het verschil is, er zijn natuurlijk heel veel overeenkomsten. Hè, midden in de natuur, geen gedenksteden. En het verschil is eigenlijk dat deze begraafplaats verbonden is aan de abdij hier. Abdij Koningsoord. En daar wonen zusters, Benedictijner zusters. En zij hebben de zorg over dit gebied. En dat maakt het eigenlijk wel dat deze plek uniek is in Nederland. Want het is eigenlijk de enige natuurbegraafplaats die onder zorg staat van een abdij. En, er zit dus een christelijk tintje aan, zullen we maar zeggen. Ja, zeker. En ook de zusters die bidden ook hier voor de nabestaanden en voor de overleden zielen. Dus dat maakt het ook wel heel bijzonder eigenlijk. Ja. Als protestanten kennen we dat eigenlijk niet. Nee, dat klopt. En dat komt als protestant wel een beetje gek over in eerste instantie. Van waarom moet je eigenlijk voor een dode nog bidden? Ja. Maar hun uitleg erbij is, vind ik eigenlijk ook wel weer heel bijzonder. Want zij zeggen eigenlijk van, het beeld uit de Bijbel van, hè, de kerk is het lichaam van Christus. Christus is het hoofd. En op het moment dat zij bidden voor ons en voor de nabestaande overleden zielen bidden, is het eigenlijk als het ware Christus die voor ons bidt. Ja. En dat vind ik wel een hele troostende gedachte persoonlijk. Ja. Bidden, hè, voor de overledenen, wij kennen dat helemaal op die manier niet. Nee. Heeft dat ook iets te maken met het Rooms-Katholieke gedachtegoed? Dat je ook nog kan bidden voor overledenen en dat misschien uitmaakt voor hun eeuwigheidsrust? Dat weet ik niet zo, maar voor mij zegt het wel dat katholieken over het algemeen iets meer ruimte laten aan de mystiek. Ze laten iets meer over aan de mystiek, zeg maar. Dat is in het algemeen wel zo. Protestanten zijn dogmatischer, zou ik kunnen zeggen. Wat stelliger. Of wat nuchterder. Ja, zo zou ik het zelf niet noemen, maar ik vind ze wat stelliger. Ja. Ja. Wij hebben natuurlijk ook lang niet zoveel rituelen als de Rooms-Katholieke Kerk. Wat zeg je? Nee, klopt. Een katholieke uitvaart is inderdaad vol van rituelen, zal ik maar zeggen. En een protestantse uitvaart is meer persoonlijk, gewoon hoe mensen het willen, maar minder afhankelijk van standaard rituelen. Ja, ja, klopt. Ja. Hey, wij staan hier natuurlijk zo in een veld. Ja. En je ziet er eigenlijk erg weinig van. En dat is natuurlijk een heel groot contrast met een gewone begraafplaats. Absoluut. Dus het zijn wel heel principiële keuzes die mensen maken. Zeker, ja. Of om hier begraven te worden, of op de begraafplaats, zeg maar, aan de Asakkerweg. Ja, klopt, ja? Klopt, ja. Heb je enig idee wat die keuzes beïnvloedt? Ik denk dat een begraafplaats zoals in Ede aan de Asakkerweg, hè, een reguliere begraafplaats midden in de woonwijken, dat soms de voorkeur heeft omdat mensen daar snel naartoe kunnen. Ja. Voor een natuurbegraafplaats, wij hebben de luxe hier in Ede dat we eigenlijk twee begraafplaatsen dichtbij hebben. Dat is voor heel veel plaatsen helemaal niet het geval, dus wij hebben wel een soort luxe. Dus wij kunnen redelijk snel hier onze geliefden bezoeken. Maar in het algemeen is dat wel de reden om te kiezen voor een reguliere begraafplaats. Dat je er snel en makkelijk naartoe kunt en ook het graf kunt bezoeken. Wijze van spreken als je je hond uitlaat, zeg maar. Ja. En dat je daar een gedenksteen hebt. Ja.
Op een gedenksteen, mensen denken natuurlijk altijd goed na wat er over op een gedenksteen komt. Dus wat erop staat heeft betekenis. En je ziet in ieder geval vaak de naam, geboortedatum, overlijdensdatum of een bijbeltekst die van betekenis is geweest voor mensen. En dat is wel een vorm van herdenken en gedenken. Ja. En dat heb je hier niet. Ja. Ik ben in Italië geweest. Ja? Mm-hmm. En daar heb je van die hele mooie begraafplaatsen, hoe gek dat het ook klinkt. Ja, prachtig, ja. Ja, met... Mm-hmm. Zerk boven de grond. Ook dat je daar ziet van dat gedenken, dat nog vele jaren is na het overlijden. Hè? Mm-hmm. Met advertenties zelfs, na 1, na 2, na 5 jaar. Ja. Mm-hmm. Ja. Wij zijn daar niet zo van. Hè? Nee. Nee, dat klopt. En soms denk ik ook dat wij in, Italië is natuurlijk ook het Westen, maar dat wij in onze cultuur, westerse cultuur, ook wel de dood een beetje uit het leven hebben getrokken. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. Dus op een gegeven moment dood is dood. En ook, maar ook wel in het leven, we durven niet meer zo snel over de dood te praten. Of over, we kunnen de dood en het lijden ook op heel veel manieren verzachten, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat dat ook een beetje verarming is van onze cultuur. Dat we dat niet meer zo de dood doodlaten en niet meer zo bij het leven betrekken. Zoals Italianen dat toch wel weer meer doen. Ja. Maar er is natuurlijk ook een andere kant van dat je hier, zoals dat dan heet, eeuwige rust hebt. En dat ten opzichte van een gewone begraafplaats. Zeker, dus dat is ook waarom mensen voor een natuurbegraafplaats kiezen. De graven worden niet meer geruimd. Dus nee. Kijk, ik vind het hier persoonlijk heel veel rust en schoonheid uitstralen. Kijk, als je op een reguliere begraafplaats loopt, heb je weliswaar die gedenktekens die ook wel mooi kunnen zijn, want je kunt herdenken. Maar je loopt wel gelijk op een begraafplaats. Dat idee heb je hier minder. Ja. Dus de schoonheid overvalt je meer, maar ook de rust. En ook wel het feit inderdaad dat iemand... Een graf wordt inderdaad hier niet meer geruimd. Hey Melissa, hartstikke fijn dat we hier mogen zijn. We zijn hier op natuurbegraafplaats Koningsakker. Deze natuurbegraafplaats is hier sinds 2019... Het project van de zusters Trappistinnen. De zusters zijn hier dit project begonnen. En door hun dagorde van 7 keer per dag bidden kunnen zij het zelf niet uitvoeren. En daarmee hebben zij dus wel een partij gezocht die het voor hun kan uitvoeren. En wij doen dat voor hun. De zusters die nemen de overledenen mee in hun gebed. Mm-hmm. Zij waken ook over het gebied. Zij zijn hier 24 uur per dag, 7 mm-hmm. dagen per week. Ze hebben, doordat onze begraafplaats in 4 kwadranten is ingericht, hebben zij dit ook tot hun wandelgebied gemaakt. Dat maakt het dat zij dus ook wandelen in het gebied, mensen tegenkomen. Zijn zij in stilte, dan zullen ze altijd gedag knikken, maar wel doorlopen. Zijn zij dat niet, staan zij altijd open voor een gesprek en daar waar nodig, soms ook raad en daad. Mm-hmm. Dit is de ceremonieruimte. Deze is er sinds 2 jaar. De ceremonieruimte is eigenlijk ontstaan vanuit duurzaamheid. Dat alles op één plek zou kunnen. Het maakte nu dat een dienst, het begraven en erna zit, allemaal hier plaats kan vinden. Het hoeft niet. Hè. De dienst kan ook in een kerk zijn als dat belangrijker is voor de mensen. Ze komen dan daarna hier naartoe om over te gaan tot begraven. En daar waar zij het vinden passen, kunnen ze hier de nazit achteraf doen. Hebben zij zoiets van, we vinden een restaurant veel beter passen, is dat ook goed. We hebben hier 2 uitvaarten op een dag. Dat maakt ook mogelijk dat er tijd en ruimte is om een uitvaart, in ieder geval het afscheid te kunnen hebben wat past bij de overledenen. En het ook in te vullen zoals het passend is. Nou, op een reguliere begraafplaats heb je vaak een gedenksteen. Dat is, dat mag hier niet. Maar hier heb je een schijf. Zou je daarover wat kunnen vertellen? Ja, we hebben hier gedenkschijven. Eigenlijk gewoon een schijf van een boomstam. De zusters hebben hier bewust voor gekozen omdat zij zeggen van wij willen eenheid in het gebied. Wij leveren de boomschijven aan, we hebben een eigen houtbewerker en mensen mogen zelf bepalen wat voor een tekst er op de schijf komt. Door eenheid in het gebied zie je ook geen verschil tussen arm en rijk. Wij verwachten dat de schijven rond de 7 à 8 jaar meegaan, allemaal afhankelijk van weersomstandigheden. Na 7 à 8 jaar mag de schijf nog een keer vervangen worden. Deze gaat dan ook nog 7 à 8 jaar mee. En daarna moet echt het graf opgaan in de natuur. Want dat is uiteindelijk wat natuurbegraven is. Er wordt een stukje natuur teruggegeven.
En het graf moet eigenlijk op een gegeven moment echt opgenomen worden in de natuur. Zijn er nog beperkingen in wat op een schijf mag worden gezet? De enige beperking is dat het maximaal 33 leestekens zijn. Voor de rest mag er van alles op de schijf staan. Wij geven vaak wel aan hoe minder tekens, hoe dieper het uitgegutst kan worden door de houtbewerker. Waardoor het langer meegaat en langer zichtbaar is. Okay. Ook kan men altijd met coördinaten de plek terugvinden. Dus Het is niet zo dat als straks de gedenkschijf op een gegeven moment opgegaan is in de natuur, dat mensen de plek niet meer terug kunnen vinden. Mm-hmm. Door GPS-coördinaten die echt met een landschapsmeter worden ingemeten, hebben mensen altijd de mogelijkheid om hun plek terug te vinden. Ja. Jij zei de dood die wordt een beetje weggemoffeld, hè, ja, bij ons. Ja, ja. Of we doen er erg laconiek over. Ja. Heb je daar voorbeelden van? Kun je zeggen van waar je dat aan ziet? Nou, het is denk ik meer dat ik het in het algemeen zie, ook bij mezelf, zeg maar. Van als je met dood. Kijk, ik kom natuurlijk vaak in beeld nadat iemand is overleden. Ja. En als iemand is overleden, dan soms ook daarvoor, zeg maar, voordat iemand is overleden, dat je met diegene praat over zijn of haar afscheid. En dan merk ik aan mezelf ook dat ik het soms lastig vind van wat kan ik nou zeggen? Wat moet ik nou zeggen? Dat niet meer zo natuurlijk gaat. Vroeger stierf de persoon in het gezin, in de familie. En iedereen wist prima wat hij tegen een stervende moest zeggen. Ja. En dat is een beetje wat in onze cultuur duwen we het weg. Onze focus is heel erg op het leven. Ja. Prestaties, carrière, de leuke dingen. En we duwen het lijden en de dood voor ons uit. Ja. En dat is denk ik een beetje een cultuurding. Is het ook een beetje van dat we het niet hebben over dood, maar over wij vieren het leven bij iemand die begraven wordt of gecremeerd? Ik weet niet of dat zo met elkaar samenhangt. Dat is natuurlijk wel zo. Op zich vind ik dat vieren van het leven vind ik ook wel iets moois hebben. Dat je in die zin dat je iemand herdenkt, iemands leven herdenkt, wat die betekend heeft voor zijn nabestaanden. Dus als je het zo uitlegt, vind ik vieren van het leven ook wel iets moois hebben. Maar als het op zichzelf staat, als alleen het leven er mag zijn, zeg maar, dan vind ik het ook wel weer heel arm. Dat als het lijden en het dood wordt weggedacht. Ja. En opeens moet ik herinneren aan het boek van Henry Nouwe, Adam. Ik weet niet of je dat boek toevallig kent. Hij stond midden in het leven als hoogleraar spiritualiteit. In zijn spirituele loopbaan koos hij er op een gegeven moment voor om bij de ARK-gemeenschap te gaan werken. Een gemeenschap voor verstandelijk gehandicapten, dus eigenlijk de lijdende mens. Ja. Hij kreeg toen de zorg voor Adam. En dan had hij, Adam was had epilepsie, maakte rare bewegingen, kwijlde. En hij voelde als eerste aversie tegen hem. Maar op een gegeven moment in de zorg voor hem ontstond er een hele diepe vriendschap. En hij zegt ook van, in die vriendschap heb ik eigenlijk pas Jezus leren ontmoeten. Omdat het helemaal bevrijdt je van je ego. En je voelt je in die vriendschap volledig geaccepteerd zoals je bent. Ja. En ik denk dat dat een voorbeeld is van als je het lijden niet uit de weg gaat, dat je dan pas ontdekt van wat het rijkdom het terug kan geven. Ik vind dat zelf ook lastig, omdat ik een kind van mijn tijd ben, zeg maar. Maar ik denk wel dat we daar uiteindelijk veel meer, als we daarvan bewust van zijn, rijker uit terugkomen. Ja. Hey, maar jij bent ook iemand met christelijke achtergrond. Ja. Heb jij soms ook niet moeite met de manier waarop mensen dus hun wensen kenbaar maken als het gaat over begraven of cremeren? Ik denk dat mijn moeite meer zit in hoe wij binnen onze cultuur vooral met de dood omgaan, zoals ik net dus eigenlijk vertelde. En ik vind ook wel weer dat mensen moeten kunnen kiezen wat bij hen past, want dat vind ik voor mezelf ook heel belangrijk. Ja. Ik wil een uitvaart kiezen die bij mij past en bij mijn karakter past, maar ook bij mijn geloofsbeleving past. En dat vind ik ook dat andere mensen dat ook moeten kiezen. Dus in die zin heb ik er niet zoveel moeite mee dat mensen zelf kunnen kiezen wat ze willen kiezen. Ja. En daar ook hun wensen in kunnen kenbaar maken. Je hoort nog wel eens een keertje dat vader, moeder, diepgelovig is geweest. De kinderen die zijn allemaal afgehaakt. Ja. En dat je dan dus zeg maar rondom alles wat er moet worden geregeld rond de begrafenis, dat je ziet dat er oneenigheid komt binnen de familie. Hoe kun je dat voorkomen?
Ja, nou voorkomen kun je het sowieso niet. Oneenigheid is er gewoon, zeg maar, binnen een familie. En zeker wat je, dat is een mooi voorbeeld wel, van als een ouder heel kerkelijk was en nog steeds kerkelijk was en de kinderen niets meer met de kerk hebben, dan kan het voor die kinderen heel bevreemdend zijn om een hele, ja, weer in een kerk te zitten en een kerkelijke uitvaart mee te maken. En dan zit je dus met een soort, ja, gevoeligheden. En soms is het ene kind nog wel heel kerkelijk en het andere kind niet meer. Ja. En daar krijg je dus regelmatig inderdaad oneenigheid over. Het kan natuurlijk ook over hele andere dingen gaan. Ja. En ik denk dat het daar, ja, op zo'n moment heel belangrijk is dat mensen, dat alle gevoelens er mogen zijn. Want die gevoelens zijn juist, het zijn geen alledaagse dingetjes. Ja. Dus maar, je kan dan ook krijgen van vader of moeder zou zich in de graf omdraaien als die wist hoe de kinderen de uitvaart willen. Zou het ook voorkomen kunnen worden door voor je dood al dingen te hebben beschreven? Ja, ik denk dat dat heel verstandig is. Ik denk dat het ook heel veel rust geeft voor de nabestaanden. Van, we weten zeker dat vader of moeder, hè, of wie dan ook, het zo heeft gewild. En ik zou ook zeggen van, ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Tenzij je gewoon alles zo dicht timmert dat het helemaal geen ruimte meer is voor nabestaanden. Nee. Maar ik merk dat dat heel veel rust geeft. Dat je in ieder geval, en dan gaat het nog niet eens over alleen cremeren of begraven, dat weten de meeste mensen wel. Ja. Maar er zijn zoveel dingen waar je over na kunt denken. Zoals bijvoorbeeld, wil iemand opgebaard worden thuis of in het opbaarcentrum? Open kist of gesloten kist? Besloten uitvaart of open, grote uitvaart? Ja. Mensen worden pas met die vragen vaak geconfronteerd op het moment dat ze moeten regelen. Ja. En dan weten ze, ook al kun je het nog zo goed met elkaar vinden, dan nog kan het heel fijn zijn dat je weet wat een persoon die is overleden had gewild. Ja, en ik denk als iemand het heeft opgeschreven, dan zie je bij kinderen toch ook wel vaak dat ze willen dat het op die manier gaat, zeg maar. Ja. En je voorkomt dat er heel veel tijd overheen gaat door discussies en meningsverschillen. En het kan heel fijn zijn.